zullen ook nog deze aflevering waarschijnlijk gewoon verdwijnen uit de map. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En dit belooft een hele productieve video. Is dat een goed woord, productief? In ieder geval een goede productieve video te worden. Vraag me niet wat het precies inhoudt, maar dat we gewoon een beetje een vaart erachteraan gaan zetten. Ik bedoel, die dark ride is bijna af, maar ik ga nog even wat puntjes op de i doen. Ik ga nog een klein beetje de layout aanpassen, maar niet voordat ik jullie heb laten voorstellen aan Gerard en Jan. Gerard en Jan staan hier zo een beetje te zweven. Het zijn twee plantenbakken en ze zijn ontzettend lief. Waarom? Omdat ze niet veel zeggen. En zodra een bepaald object niks zegt, ziet het er nogal snel cute uit. Omdat ze dus ook zo heel onschuldig zijn. Want stel je voor de gedachtes van deze plantenbakken. Zoals ik al zei, we gaan productief verder. We gaan snel verder met de dark ride. Maar ik moest jullie even voor laten stellen aan Gerard en Jan. Zullen ook nog deze aflevering waarschijnlijk gewoon verdwijnen uit de map. Maar we gaan even verder kijken. Want dames en heren, ik heb hier dus een beetje het koekjesland uitgebreid. Of in ieder geval het Wild West een beetje verder uitgebreid. Ik heb een achterkantje gemaakt. Een beetje layout. Hallo Gerard en Jans. Ik kom ze elke keer tegen. Het maakt niet uit waar je naartoe kijkt. Ik kom ze altijd tegen. En ja, dit is dus de achterkant, de laatste scène. Maar er moet nog een scheidingsmuur komen. Want ik wil niet dat je vanuit het Wilde Westen gelijk naar de uitgang komt. Omdat je dan eigenlijk weer bij de kasteelsetting komt. Dus ik denk ook dat dit baanverloop wat je hier ziet, dat dat erg smal tegen hier aan staat. Dat ik de muur, ik kan hier een muur plaatsen. Natuurlijk ga ik dat doen. Alleen het wordt wel allemaal smal. Dus ik ga sowieso een beetje de layout aanpassen. Dat je hier door een deur gaat en de laatste scène gewoon nog een beetje door het kasteel heen gaat. Of in ieder geval een beetje de teaming heeft van wat je hier ziet. Dus een beetje zo'n kasteelsetting met muren en van die gaten en misschien nog wat tonnetjes. Dit is ook een beetje kasteelachtig. Maar die setting wil ik gebruiken, vooral die kleuren muur, dat soort kasteelmuur, wil ik dus gebruiken bij deze laatste scène. Maar omdat het een beetje krap is, moet ik de layout, nou ja, ik wil de layout, ik moet natuurlijk niks. Ik wil zelf de layout wat aanpassen. En even kijken, doe ik dat op de goede manier? Volgens mij heb ik dat wat verwijderd. Ik weet niet wat. Maar voor mijn gevoel heb ik iets niet helemaal goed gedaan. Nu zit ik weer de layout aan te passen. Dat deed ik dus vorige keer fout. Ik moet dus het stukje baan weghalen in plaats van de layout compleet weg of de station weghalen. Nou, die bocht is leuk. Die kan ik nog uitbreiden naar achter, want zoals je ziet heb ik nog ruimte genoeg. Het gaat er even om dat we hier zo verder gaan bouwen. Ja, dat is even belangrijk. Dus je komt hier aan met een bocht. Nou, en dan is het de bedoeling dat ik eigenlijk een soort van recht uitkom. Dus ik maak hier waarschijnlijk een scherpe bocht. Nou ja, waarschijnlijk, ik doe het gewoon. En dan moeten we daar dus een deur gaan plaatsen. Het moet allemaal niet te krap worden, dus hier komt dan de deur. Dan maken we hier gelijk al een scherpe bocht, want dat is de bedoeling. Ja, we kunnen ook een beetje dat zo met elkaar aansluit. Maar ik denk dat dit wel zoiets als dit wordt. Ja, ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Het is wel leuk, omdat hier heb je wat meer ruimte, dus hier kan je wat meer decor neerzetten. Maar het moet niet zo'n slot afsluitend einde worden wat je hebt bij de Small World. En dan vragen mensen zich af, wat heb je dan bij de Small World? Nou, dan heb je dus dat er echt superveel poppen staan. Het ziet er allemaal heel erg magisch groot en vet uit. Dat wil ik hier een beetje niet doen, want dat vind ik cliché. Dat je een laatste scène toevoegt aan zo'n dark ride. En dan is het zo van, wow, dit is echt de grote laatste scène. Weet je? Dat vind ik heel cliché. Ik snap dat mensen misschien jammer vinden dat ik het niet doe. Maar ik vind het echt enorm cliché. En ik hoop dat jullie het met me eens zijn. Want ja, weet je, dan, ik wil niet cliché, ik wil deze dark ride niet cliché maken. Van dat mensen gelijk denken, oh ja, we zullen nu al waarschijnlijk bij het einde zijn van de dark ride. Daar heb ik echt een scheidhekel aan. Ja, excuus. En volgens mij moet ik dit, als ik dit zo zie, dan gaat die deur al aan de verkeerde kant open. Dus ik moet deze eventjes pakken. Yes, en dan moet ik hem even Ctrl-Z en dan pas plaatsen. Nou, staat hij mooi in het midden. Dus dit is eigenlijk de laatste deur voor het Wilde Westgebied. Dus als je hier komt, dan zie je eigenlijk de deur al. Dat is best gaaf, maar je gaat nog helemaal naar achter. Dat vind ik wel leuk. En dan als je door die deur heen gaat, dan maak je eigenlijk gelijk een schuine bocht. Maar je moet oppassen natuurlijk. Nu hebben we het punt, zeg maar, het grote punt. Die deuren slaan open. Dus waarschijnlijk, ik weet niet of ik het kan laten zien. Misschien met play, ik weet niet of ze echt open gaan. Dan moet ik hem laten testen, maar dat doet hij niet zomaar. Activate on trigger. Oh, kijk. Nu even snel pauzeren. Nou, zoals je ziet gaat het al helemaal mis. Nou, het gaat niet helemaal mis, maar die deur komt door die rails heen. Dus je moet eigenlijk gewoon zo schuiven. Zo, je moet eigenlijk het hele object schuiven als dat kan. Even kijken, kan dat wel? Yes, dan moet ik dat gebouw even toggle advance. Yes, oké. Nou, dan zou je zoiets als dit kunnen doen. Dat kan wel. Dan ben je gelijk klaar. En dan moet ik kijken, oh, sluit het mooi aan met de zijkant? Ik hoop het wel. Ja, dat sluit mooi aan. En dan doen we hier nog wat die rotsen aan de zijkant. Maar dit kan je doen. Op zich, ja, dat ziet er leuk uit. Die deur is leuk. En dan als je naar hier komt, dan kan ik ervoor zorgen dat je hier ook naar binnen kan kijken vanaf hier. Ik kan ook zeggen dat hier nog een dun muurtje komt alsnog.
En dat doe ik gewoon heel simpel. Dan selecteer ik gewoon dit gebouw. Of deze buildings. Ik pak even. Dit doe ik er even op zo. Duplicate. Productief jongens. Productief. We zijn goed bezig. Productieve dag. En dan doen we duplicate. Dan zeggen wij gewoon even draaien. Twee keer. Hoppakee. En dan maken we hier ook zo'n scheidingswand. Oh, want. Het ziet er gewoon leuk uit. Op zich, hè. Oké, okay, waar kunnen we dat de beste plaatsen? Ik denk zoiets als dit. Staat het op de grond? Het staat voor me op de grond. Oh ja, het staat al goed. En dan moet ik het even goed laten matchen met die andere kant. Op zich kan dit wel zo. Ik zal hem eens plaatsen. We kunnen hem altijd nog aanpassen hoor. Ja, want dit sluit niet goed mooi aan. Dus je zou altijd nog even met die toggle... Jongens, die toggle advance move. Dat is zo'n heerlijke tool. Dit is gewoon zo... Het is net een beetje luxe lijkt het net, hè? Beetje luxe. Zo. Ja, je komt met de layout wel heel erg dun bij de zijkant. Dus we kunnen deze layout ook nog een klein beetje aanpassen. Dat doe ik gewoon eventjes bij Add a Track. En dan komt dat helemaal goed, let op. Dus verwijderen we gewoon eventjes. Hoppakee, dit ook, dit stukje. En dit ook. Ik vind dat bochtje leuk hoor. Daar niet van. Het is niet zo dat ik denk van, wat een lelijk bochtje. Maar die kunnen we gewoon even aanpassen met gewoon hoppakee. En dan doen we een beetje dat het een beetje... Engels snap doe ik even uit zo. Zo. Ja, ik kan hem heel cliché in het midden doen. Ik kan hem ook wat dichter bij de muur laten gaan. Zodat je zeg maar... ja, hoe zeg je dat? Dat is misschien wel leuk. Even kijken hoor. Zo. Kijk, als ik hem dicht bij de muur laat gaan... Dan krijg je dus zeg maar... ja, hoe zeg je dat? Dan kan je hier wat meer kwijt in deze omgeving. Dat is misschien... Deze muur moeten we gewoon gebruiken. Wat doet die duif hier? Jeetje, jeetje. Ik word helemaal bedolven onder de duif hier zo. Tjonge, jonge, jonge. Het is ook altijd hetzelfde met die beesten. Ze kunnen zich nooit, nooit gedragen. Het moet altijd weer zo raar. Altijd weer zo maf. Dan zou je dus zoiets als dat krijgen. Ja, is niet echt, ik vind het niet echt een mooie layout op het einde. Dit is echt, dit is gewoon echt alsof een kind van 3 dit heb gebouwd. Vind je niet? Dit moet wel wat professioneler. Ik ga dit gewoon weghalen. Die muur komt later wel. Ik heb gewoon wat meer aan de zijkant nodig. Ik zit gewoon hier een beetje te knoeien. Ik heb gewoon veel meer ruimte nodig. We moeten eerst even de scène gaan indelen, dat Wilde Westen, voordat we verder gaan. Nou, ik denk dat we heel cliché gewoon hier een afsluiting maken. En dan met de afsluiting bedoel ik dat we deze muur pakken. En dan gaan we eens kijken, zal dat leuk met elkaar mengen? Ik denk het namelijk niet, als ik het zo zie. Nee, dat komt dus helemaal niet totaal verkeerd overheen. Dus dan zou ik het best even vanaf deze kant moeten werken en dan ongeveer moeten gokken. Waar die dan wel mooi eindigt. En dit is al wat beter. Wacht, die komt er natuurlijk voor, hè? Zo. En dan die gaat erop. Jeetje, jongens. Zo, dit is misschien wel iets beter. Althans, ja, ik ben nog niet weer heel erg tevreden. Maar ik ben ook weer zo'n zoutzeiker. Of hoe wil je dat noemen? Een zoutzeiker? Een peper bemoeial. Een weet ik veel, iets met kruiden. Maar ik ben gewoon een beetje een zeikert op het gebied van perfectionisme. En ik vind het nogal een beetje simpel, omdat het vrij recht is, dat is recht. Maar dan is het doel juist om zoveel mogelijk decoratie te plaatsen, dat het heel boeiend blijft voor de mensen, ook al is er een heel recht stuk. En ik vind het wel leuk dat hij ook een beetje een uitbreiding krijgt. Hier gaat hij dan, kijk, dan kunnen we zeggen die muur bijvoorbeeld. Dit is dan de buitenmuur, om het zo te noemen. Die krijgt dan een soort van, die gaan we duplicaten. Die doen we dan aan de binnenkant. Kijk, dit is ook aan de binnenkant. Zo, die kunnen we uitbreiden naar achter. We kunnen hier wat 3D-lagen doen. Dus stel je voor, ik breid het tot zover uit. Dan is het op zich wel heel goed dat dat dit ongeveer de maximale lengte was. Want hier komt al de berg. Dus ik wil niet echt te overdrijven, weet je wel. En dan krijg je hier dus de hoofdmuur. Dus die sluit dan ongeveer, kijk, hier gaat die door dan. Nou, dan gaat die sluiten hier af een soort van. Dat is dan een beetje het idee dan. En ik weet ook niet hoeveel ik kan weghalen van deze berg. Want ik heb eigenlijk nooit echt gekeken van... Ja, ik weet wel wat erachter zit, maar... Kijk, dit kan ik nog op zich wel weghalen. Ik weet dat die een beetje moeilijk doet, omdat hier natuurlijk al gebouwd is met een muur. Maar ja, dat moet wel goed komen. En dan wil ik hier, ik heb hier al een soort van half kasteel neergezet. Je hebt natuurlijk, het kan maar 2 hoog, dus je hebt niet heel veel keuzes. Maar ja, ik heb een beetje schuin neergezet zoals je ziet. Kijk, hier 2 van die laagjes. En hier 1 laagje. Dus daar wil ik een beetje speels mee zijn. Het moet ook niet alleen maar een pad worden. Dus dit pad wat ik hier heb, dat moet ik dus eigenlijk verwijderen. Ik denk dat dit het enige is wat geselecteerd is wat ik eigenlijk weg kan halen. Maar dat vind ik zonde. Dus ik zal het niet helemaal doen. Maar gewoon weer eigenlijk waar... misschien kan ik dit allemaal gras maken. Dat je gewoon een keer buiten bent of zo. In een mooie hof. En dat als je hier naar zijkant doen we dan wel gewoon pad. Dat is misschien wel veel leuker. Doe ik het hier zo een soort van schuin. Laat ik het aflopen zo. Dat is misschien veel leuker. Dus zo, dan haal ik dat weg. En dan kan ik dat hier gewoon door laten lopen. Dus dan krijg je dit. Zo, ik zal het even een voorbeeld doen.
En dan doe je dus, doe je hem schuin. Net zo schuin als de zijkant van die attractiebaan eigenlijk, om het zo te noemen. En dan doe je hem ongeveer zo laag. Even kijken, zoiets, ja. En dan kan je altijd nog een beetje uit laten steken. Op deze manier, zo. Even kijken, wat staat mooi? Ik denk zoiets als dit. Dit is wel het minimum. Nou, en dan doe je eigenlijk precies hetzelfde. Die plaatje ernaast en dan ongeveer met autostek uit. Want dan onthoudt hij de hoogte. En zo kan je dan de zijkant helemaal opvullen, zie je het? En als het goed is, kijk, dat kan je wel een beetje laten aansluiten met elkaar. Dat komt wel goed. Dat kunnen we leuk met elkaar matchen. Kijk, dan kan je hier dat zijkantje kan je gebruiken voor een muur. En dan kan je dit zijkantje gebruiken voor iets heel smals. Ik denk voornamelijk plantjes of natuurlijk decoratie van een muur van dit. Dus dan zou je in principe dit kunnen selecteren. Bijvoorbeeld bam, 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 bam. Het zijn 6 stukjes eigenlijk zonder dat raampje. Dat raampje is meegekomen met de kopiëren. En dan zou je dus eigenlijk moeten denken van er komen 2 muren. Misschien kan je deze als 2, als zeg maar allebei de muur gebruiken. Dat kan ook. Aan 2 kanten iets anders of zo. Dat kan. Maar ik wil eigenlijk dit muurtje bewaren voor deze zijkant. Dat is leuk. Nou, dan is het gewoon een kwestie van dat je met 2 laagjes werkt. Die opening gaan we weghalen. Dat staat niet zo mooi. Tenzij je weer nog een extra laagje erachter gooit. Zo. En dan zou je dus bijvoorbeeld dit laagje wat ik hier heb. Die zijkant. Zou je dus een beetje kunnen duplicaten. Draaien, draaien. En dan zou je hem hier tegenaan ervoor kunnen zetten. Wordt wel een beetje smal allemaal. Onder het motto, it's a small world after all. Maar ik denk als we dit een beetje draaien. We spelen er een beetje mee. Dan moet dat hopelijk wel goed komen. Ik verwacht van wel. Ik ga er niet van uit, maar het kan goed komen. Op een of andere manier. Zo, een beetje geduld hebben en klik. Oh, het doet het niet. Had ik hem zo goed? Ja, nu wel. Oké, gelukkig. Nou kan ik een beetje die baan een klein beetje minder tegen die zijkant aangaan. Dat die echt in het midden gaat. En dan zou je tegen die poorten kan je nog wat leuke schilden plaatsen. Of gewoon een soort van auf Wiedersehen dingetjes. Ja, dat is een beetje raar misschien. Auf Wiedersehen dingetjes. Maar dat komt wel in orde. Kijk, dit verwijderen gewoon. We gaan dat gewoon even fixen nog in deze aflevering. Voordat we gaan afsluiten. Ongeveer het midden zoeken. Engels snap doen we dan even uit. En dan wat zal ongeveer het midden zijn? Dat is best wel lastig. Maar ik gok ongeveer dit ook weer niet. Moet hem iets eerder draaien, denk ik. Dus stel je voor, hier komt hij al. Dat is iets eerder gedraaid, denk ik. En nou moeten we een soort van recht maken. En dat wordt altijd best wel een ramp. Maar dat moet goed komen als ik ongeveer denk van dit gaat hem worden. En anders moet ik het gewoon zo doen. En dan... Hoppakee. Oeh, dit is wel een heel scherp bochtje. Dan kunnen we dit ook nog aanpassen. Dit gewoon even weghalen. Zo, en dan gaan we hem gewoon verder bouwen. Hoppakee, Ctrl Z. Ja, dat komt helemaal goed. Maar dit is in ieder geval het einde. Beetje dun, maar ja, leuk. Wow, die karretjes, kijk nou. Die zijn wel ontspoord, zie je dat? Oké, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Laat vooral een duimpje achter. En ik laat nog eventjes als extra's... doe ik hem even opslaan voordat het fout gaat. Ga ik even het dak eraf halen. En dan kan je zien hoe dat eruit ziet zonder dak. Want we hebben natuurlijk een hele attractie. Moet je kijken, 650 objecten. Ik verwijder het en kijk eens even. Een complete dark ride. Echt gaaf om dit uiteindelijk zo te zien. Wauw, ik heb het zelf ook nog niet eens gezien. Ja, bijzonder om dit zo te kijken hoe een dark ride eruit ziet. Maar wauw. Ja, wat een werk. Als je het zo ziet, jeetje. Ja, goed. Laat een duim achter, zoals ik al vroeg. Want dit is toch best wel een duimpje waard, denk ik. Ik vind het echt heel vet om eruit te zien. Vooral een onride. Ik heb het zelf nog echt niet gedaan. Ik meen het serieus. Ik moet echt nog effecten toevoegen. Lichteffecten, special effecten. Dat soort dingen komen er nog in. Animatronics, nog meer animatronics. Dus ja, wel echt het grootste project. Een van de grootste projecten ooit in Planet Coaster die ik heb gedaan. Dus toch alweer iets bijzonders in deze map. Nou, mensen, doei doei!